Veel meer toeristen verwacht door Natuurfilm. Het is maandag 21 september. Dit is Zeeland Nu. Opvolger Kaskraker speelt deels in Zeeland. Onnodige schade door politieke geheimhouding. En gretig mosseltje pakt blauwalg aan. Dag dames en heren. Natuurorganisaties in onze provincie hopen dat door de nieuwe bioscoopfilm Holland Natuur in de Delta er meer mensen de Zeeuwse natuur komen bekijken. De opvolger van de succesvolle film De Nieuwe Wildernis gaat vandaag in première en is onder meer in de Oosterschelde opgenomen. Een fragmentje Zeeuwse onderwaterwereld van de nieuwe natuurfilm. Ik denk dat het heel mooi weer kan geven hoe mooi en uniek de natuur is in Zeeland. En dat dat weer een aantrekkende werking kan hebben op toerisme in Zeeland. Dat mensen de mooie beelden in de bioscoopzaal zien en dan denken, ja, dat wil ik gewoon ook met eigen ogen zien. Niet alleen het onderwaterleven is uniek. De Zeeuwse Delta is bijzonder om zijn dynamiek van het getij. Die zorgt voor veel soorten vogels, zeehonden en bruinvissen. De hoop is dat de film ook dit duidelijk maakt. Een grote bulk aan extra toeristen kan Zeeland makkelijk aan, zegt hij. Er zijn heel goede voorzieningen, bijvoorbeeld met de rondvaartboten op plekken, dat we zonder de natuur te verstoren toch kunnen genieten van al het moois wat de deltawateren bieden. Ja, en ik ga erover verder praten met verslaggever Erik Holm. Ja, bij de Oosterschelde, Erik. Die film gaat toch niet volledig over de Zeeuwse natuur, hè? Nee, zoals de titel doet vermoeden, natuur in de Delta is er ook in andere provincies is er gefilmd. Maar onze provincie is wel goed vertegenwoordigd. Want van de 600 draaidagen vonden er zo'n 150 plaats in Zeeland. Er is onder andere gedraaid in het land van Saaftingen en hier achter mij in en rondom de Oosterschelde. En je hoorde het, ze hopen dat deze film ervoor gaat zorgen dat mensen, meer mensen de natuur ingaan. Meer betrokken raken bij deze mooie Zeeuwse natuur. Niet alleen Zeeuwen, maar ook mensen van buiten de provincie. Ja, daar moet die film dus voor gaan zorgen. Is dat reëel? Weet ik niet. Dat is afwachten. Vanavond gaat hij pas in première. Maar wat ik wel weet, in de Oostvaarderplassen in Flevoland, het decor voor de vorige film De Nieuwe Wildernis, daar heeft het wel enorm gezorgd voor een toestroom van meer toeristen. Niet alleen mensen uit de provincie, maar ook van buitenaf. Flitsende beelden, mooie muziek. Niet eerder was Nederlandse natuur zo fraai in beeld gebracht. De film De Nieuwe Wildernis uit 2013 over de Oostvaardersplassen was een kaskraker en zorgde voor een explosief aantal bezoekers aan dit natuurgebied. 30.000 bezoekers per jaar kwamen er voorheen naar dit buitencentrum bij Lelystad, maar na het verschijnen van de film steeg het aantal enorm tot 130.000 vorig jaar. Uit alle hoeken en gaten van Nederland en daarbuiten vooral ook is heel veel aandacht gekomen voor Oostvaardersplassen, Staatsbosbeheer ook en Flevoland en Nederland daarbij. Het bezoekerscentrum moest erop worden aangepast en kreeg horeca. Er kwamen enkele banen bij. Meer vrijwilligers waren nodig vanwege de toenemende vraag naar de safari-excursies. En er kwam andere infrastructuur. Kortom, de directe omgeving lifte mee op het effect van de film. Ook toeleveringsbedrijven, ook overnachtingsmogelijkheden in de omgeving, bed en breakfast en dergelijke, die profiteerden allemaal ervan dat hier meer mensen naartoe komen die wat langer willen verblijven. Er is een impuls voor meer recreatieve ontwikkeling in het gebied. Is dat alleen maar positief? Natuurlijk heb je ook bijkomende effecten, dat dingen niet altijd gaan zoals je echt zou wensen. Meer mensen, ander gedrag, hoort erbij. Maar over het algemeen genomen zeg ik, is absoluut een positief gebeuren voor de Oostvaardersplassen geweest. De film maakte de mensen dus nieuwsgierig, maar zie je in het echt ook wat je in de film ziet? Het is wel wat mooier in beeld gebracht dan het in werkelijkheid echt is. Niet altijd rennende paarden en heel veel bij elkaar. Maar als je natuur intrekt en je wil alles zien wat in anderhalf tot twee jaar gefilmd is en je wil het zien in dat bezoekje van twee uur wat jij bedenkt aan een gebied, dan is dat een onmogelijkheid. Nou, wie weet gaat dat dus ook in Zeeland gebeuren. Meer toeristen, meer mensen die komen naar aanleiding van die film. Ja, Erik, die film is ook bedoeld om kinderen wegwijs te maken, hè, met, en in aanraking te laten komen met natuur.
Ja, in het hele land krijgen kinderen in de bovenbouw van de basisscholen en de onderbouw van het voortgezet onderwijs een lespakket, Natuurdelta, met als doel natuurlijk die kennis van die natuur te vergroten. Nou, het IVN, Instituut voor Natuureducatie Zeeland, heeft dat lespakket wat uitgebreid met lezingen en excursies. Want hun motto is, als je weet wat je hebt, wat je proeft, wat je ruikt, wat je ziet, wat je voelt, dan kun je er ook trots op zijn. Dus, wie weet, aanstaande donderdag is hij voor iedereen te zien in de Nederlandse bioscoop. Erik Holm, dank je wel. Statenleden worden monddood gemaakt door provinciebestuurders wanneer ze informatie over grote projecten geheim moeten houden. Dat zei de griffier van de provincie Gelderland vanmiddag op de tweede dag van de hoorzittingen over het Sloeweg-debakel. In Gelderland verlopen grote projecten een stuk beter en worden problemen direct gemeld. En we hebben ook gemerkt dat geheimhouding tot allerlei negatieve energie kan leiden. Dat er toch op een of andere manier een lek komt of dat er met name toen we nog het traject hadden van vertrouwelijkheid. Ja, dat hebben we snel gewoon een dikke streep doorgezet. En toen was het ook meteen duidelijk. Woensdag is de derde en laatste dag van de hoorzittingen. Daarna moet er meer duidelijk zijn over het Sloeweg-debakel. De weg die ruim 20 miljoen euro duurder wordt dan begroot. De 25-jarige kapster Daphne van S. uit Middelburg heeft een landelijke kappersprijs gewonnen. Ze won gisteravond in de Brabanthalle in Den Bosch de Wella Trend Vision Award in de categorie Young Talent. En dat betekent dat ze eind november mee mag doen aan een internationale kapperscompetitie in Berlijn. In de zomermaanden juni, juli en augustus zijn meer woninginbraken gepleegd in onze provincie dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral op Walcheren was het vaker raak in verschillende wijken in Vlissingen, bij Soeburg en ook in Middelburg. Het gaat volgens de politie waarschijnlijk om inbrekers uit de buurt. De historie wijst wel uit, zonder dat we nu weten om welke daders het precies gaat. Hoewel we wel een aantal onderzoeken hebben lopen op dit moment. Rechercheonderzoeken, dat het veel meer mensen zijn die vaak dichterbij wonen, als dat die verder weg vandaan komen. Vorig jaar waren in de zomer 174 woninginbraken en inbraakpogingen. Afgelopen zomer waren dat er 202. De politie heeft nog geen verklaring voor deze stijging. Er moet meer aandacht komen voor tinnitus, in gewone mensentaal oorsuizen genoemd. Dat vinden medisch specialisten zoals KNO-arts Guido Dees van ziekenhuis Zorgzaam Interneuzen. Vooral de jeugd zou een groep zijn waar het risico op oorsuizen in de toekomst het grootst is. Die naar disco's gaat, festivals, hun telefoon natuurlijk de hele dag bij zich hebben en daar ook muziek op luisteren. Vaak dus met koptelefoons. Dat een langdurig of een verkeerd gebruik daarvan kan leiden tot gehoorschade en daardoor ook dus tot tinnitus. Een kwart van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 heeft waarschijnlijk gehoorschade, denken experts. Maar ook als je ouder wordt, treedt het op, zoals bij mevrouw de Kok uit Kloosterzanden. En ik dacht, het zal misschien wel meevallen, maar dat valt niet mee. Veel ruis in het hoofd. Volgende week dinsdag houdt ziekenhuis Zorgzaam een informatieavond over oorsuizen. Film by the Sea, dat gisteren is afgesloten, heeft 41.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Door bezuinigingen op het busvervoer lieten scholen het afweten. Dat is bijzonder jammer, want het scheelt enorm veel bezoekers. Maar het voordeel is wel weer dat er meer tickets aan de kassen zijn verkocht door het gewone publiek. Het Vlissings Filmfestival moet door teruglopende subsidies de komende jaren meer op de kleintjes gaan letten. Desondanks blijft de ambitie om uit te groeien naar 50.000 bezoekers levend. Nou, je moet altijd de tering een beetje naar de nering zetten. En dat hebben we dit jaar ook gedaan. Het is niet merkbaar geweest voor het publiek, heb ik begrepen. Dus wij kunnen nog wel creatief met een aantal zaken omgaan. Het festival moet de boekhouding over deze editie nog afsluiten. Maar Hannewijk verwacht geen rode cijfers. Een gretig mosseltje zorgt voor minder blauwalg in het Volkerak Zoommeer. Het gaat om de kwakkamossel. Per ongeluk is hij hier in de Zeeuwse wateren terechtgekomen met op het oog positieve effecten. Het water is nu helderder en er groeien meer waterplanten. We stellen hem u eventjes voor. Kijk, daar zit hij gewoon aan. Aan iedere steen die je hier ziet liggen, zit die mossel aan. Het is een mossel met streepjes. En die streepjes worden... je ziet het bij sommigen beter dan bij anderen. Er zit ook nog veel jongen bij. Die streepjes worden een beetje vager naar het centrum toe.
En daar dankt hij zijn naam aan. De naam komt van een uitgestorven zebra. Sinds een aantal jaren zit hij in het Volkerakzoomeer, dat vroeger bijzonder vaak last had van deze stinkende groene soep, ofwel blauwalg. Blauwalg is een bacterie die huidirritatie kan geven, of als je die binnenkrijgt, maag- en darmklachten. En nu is het zo dat dit mosseltje een kunstje kan. Een klein mosseltje kan al ongeveer een liter water per dag filteren. En daar haalt hij dus inderdaad alle algen vooral, en dat zijn dan vooral groene algen, dus die algen plantenmateriaal, zeg maar. En dus dat noemen ze dan inderdaad grazen met een mooi woord en filterfeeders. Dus ze zorgen gewoon dat het water langzaam steeds weer een beetje helderder wordt. En dat is niet gelogen, zo zien we bij dit proefje van een wetenschappelijk bureau. De mossel komt uit het gebied van de Zwarte Zee en is via ballastwater van schepen in Nederland beland. Vanwege zijn stofzuigerkwaliteiten lijkt hij een zegen. Ja, hoe meer er zijn, hoe meer ze kunnen filteren, zeg maar, met z'n allen samen. En daardoor is het helder geworden, is er veel voedsel opgeslagen in die mossel of gebruikt door die mossel, ja. En zitten er zoveel? Kunnen we ze ook eten? De mossel zou in principe eetbaar zijn. Het is gewoon net als een andere mossel dat je hem kan eten. Het is alleen wel zo dat hij dus inderdaad bacteriën en giftige stoffen, die soms maar in kleine hoeveelheden in het water zitten, op zich kan nemen. Maar dat kan in principe iedere schaaldier, hoor. Dus dat is, ja, hij is eetbaar, maar ik zou hem nou niet gaan oogsten. Ja, en zoals u weet zijn er plannen om het Volkerakzoomeer te verzilten, vooral vanwege die blauwalgproblemen. Er loopt nu nog een aanvullend onderzoek naar het effect van deze mossel op de natuur. De resultaten daarvan worden in 2016 verwacht. Het was vanochtend lange tijd mooi weer, zoals hier vanochtend vroeg bij Meliskerken. Maar in de middag nam de bewolking toe. Vanavond regent het af en toe. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint met af en toe zon, maar al snel worden de eerste buien verwacht. In de middag wordt het regen. Het wordt hooguit 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En tot zover deze nieuwsuitzending. Straks het Zeeuws kampioenschap chaise rijden in editie 2015. Voor nu een mooie avond. Dag.